Ja, nu we hier toch zitten, dacht ik dat het misschien wel leuk was om dan eens een keer ook echt... Ik doe vaak van die polls, weet je wel, van wat vind jij er nou van? En ja, dan heb je allemaal resultaten, maar ik bespreek die eigenlijk nooit. En ik zie dat jullie er heel erg naar verlangen om die toch eens even lekker te bespreken met z'n allen. Want ja, die polls zijn er niet voor niks. En het is toch een heel belangrijke afspiegeling, denk ik, van de samenleving. Hè, wat daar dan uitkomt. Dus ja, het is alleen maar logisch dat wij dat even gaan bespreken. Met z'n allen, denk ik. Nou ja, ik had dus laatst gevraagd... Wie is de grootste kuthoer aller tijden? En dan had je natuurlijk de opties oma. Dat spreekt voor zich. Hitler, Mark Rutte en Monica van Amerongen-Hoensbroek. Nou ja, die kent ze niet. En dat is ook echt een enorme hoer. Om van Mark Rutte maar niet te spreken, laat maar zeggen. Hè? Maar goed... De resultaten zijn dus als volgt. Oma had maar 6% en dat viel me een beetje tegen, want tering, dat was echt wel een enorme nazi-hoer. Maar goed, die had dus maar 6%. Dan had je natuurlijk Hitler. Hitler, nou, en die heeft dan toch nog een dikke 12% gescoord. Nou, en dan heb je Mark Rutte en Monica van Hoensbroek. En het lag een hele tijd nek aan nek. Wie dan de grootste kuthoer aller tijden zou gaan worden. Het was een nek-en-nek race. Het was echt too close to call op een gegeven moment. Maar toch is Monica van Hoensbroek Amerongen... Sorry, ik zeg het misschien verkeerd, maar goed. Je bent toch een kuthoer, dus kan mij het allemaal verrotten. Die is dan toch met de winst er vandoor gegaan. Ik had het echt niet verwacht. En ik denk niemand, want ja, Mark Rutte, ik bedoel, wie haalt die gozer nou in? Maar goed, ja, Monica van Hoensbroeke-Amerongen is dan toch de grootste kuthoer aller tijden geworden. En ik zou zeggen, proost Monica, om deze, ja, hoe zeg je, twijfelachtige eer om, dan, om die dan op jou te mogen nemen, denk ik. Maar goed, ja, wat zegt dit? Wat zegt dit over ons en de samenleving waar wij op dit moment nu dan in staan? Nou, ik zou zeggen een heleboel. Want ja, Hitler, die behoeft geen uitleg. En oma eigenlijk ook niet, want die neukte Hitler, laat maar zeggen. Maar goed, Mark Rutte en Monica van Amerongen-Hoensbroek, ja, ik bedoel, die hebben toch het hart wel op de goede plek, denk ik. Hè? En die hebben toch het beste met de mensheid voor. En hoe komen die überhaupt op deze lijst terecht? Hoe durven jullie om deze, in deze, hoe zeg je dat, wedstrijd te betrekken? He, want ja, die zijn zo lekker bezig met z'n tweeën. Ja, en Monica van Amerongen-Hoensbroeken, ja, die ligt dag en nacht met alleen maar pik in haar bek. Nazi's aan het pijpen en weet ik veel wat allemaal. En ja, jeetje, hoe kom jij er dan bij om de grootste kuthoer aller tijden te worden, weet je? Ik bedoel, wef, wef, hoera. Maar goed, ja, Mark Rutte, maar een schamele 34%. En ik denk dat Mark Rutte toch wel meer verdient dan dit. Denken jullie ook niet? Dus, lieve mensen, dus misschien willen jullie je stem nog herzien. Dan kan dat. Je kan hem niet intrekken, helaas. Maar misschien kan je even een heads-up geven of een shout-out. Of weet ik veel hoe dat tegenwoordig heet. Dus ja, laat hem niet in de kou staan, die arme jongen. Want die snapt er ook geen reet van. En... joh, nog 26 keer reïncarneren en misschien kom je vanzelf wel een keer bij dat licht, denk ik dan. Maar goed, ja, dus voor de rest, de resultaten liggen er niet om. En wat een mooie uitslag. Dus jongens, die kunnen we in ons zak steken. En ik zou zeggen, een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal.